Dat waren de Quattro Pezzi Sacri van Giuseppe Verdi. Je hoorde het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Met de laatste mate gezongen door sopraan Isabella Matula. En dat allemaal onder leiding van chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, Carina Kanelakis. Hier een staande ovatie in Tivoli Vredenburg voor dit indrukwekkende werk door het Ave Maria, Stabat Mater en Laude alla Vergine Maria en Te Deum. Dus Maria is behoorlijk aanwezig. Verder hoorde je koorsolisten, tenor Ben Heijnen en Bas Lodovic Provost. En ondertussen komt ook Benjamin Goodson op, de chef-dirigent van het Grote Omroepkoor, waar nu voor gejuicht wordt hier in Tivoli Vredenburg. Samen met Carina Kanelakis, die nu het orkest laat opstaan. En samen met Benjamin Goodson, ze omhelzen elkaar, nemen ze het applaus in ontvangst. Je hoort het openingsconcert van het Avrotros Vrijdagconcert. De opening van dit seizoen, een feestelijk gebeuren met een volle zaal hier in Tivoli Vredenburg. Mocht je hier nou een keer live bij willen zijn, dan kan dat natuurlijk. Dan zijn er kaartjes verkrijgbaar voor de concerten elke vrijdag met veel Radio Philharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor. En ook enkele gastorkesten natuurlijk die hier ook komen spelen. Het applaus gaat hier door voor Carina Kanelakis, Benjamin Goodson en Isabella Matula. En natuurlijk het Grote Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest die zo'n ontzettend belangrijke rol spelen in deze concertserie. De bloemen worden gegeven aan concertmeester Nadja Wijzebeek, die daar behoorlijk blij mee is en toegelachen wordt door de rest van het orkest. En wij gaan je hier verlaten. Dat betekent dat we hier waarschijnlijk aan de borrel gaan. Want natuurlijk bij zo'n feestelijk gebeuren, een openingsconcert, hoort een borrel. En ja, daar kunnen we Verdi misschien ook toch wel even voor gebruiken. Terwijl hier nog verder geapplaudisseerd wordt, gaan we een toast uitbrengen. Namelijk Brindisi of het beroemde Libiamo uit de La Traviata van Giuseppe Verdi. Maar dan gezongen door Claren McFadden, begeleid door Mike Del Ferro op piano. En het Metropoolorkest onder leiding van Jules Buckley. Proost.